Hoi, ik ben Lizzie en welkom bij deze nieuwe aflevering van Stem van de Stad. Met de coronasluiting, stijgende huurprijzen en tijdelijke vergunningen heeft de Amsterdamse nachtcultuur het zwaar gehad de afgelopen paar jaar. Gelukkig heeft de gemeente aangegeven zich in te willen zetten om ons levend cultureel erfgoed te steunen en bruisend te houden. Maar hoe zou bruisend nachtleven er volgens de Amsterdammers uit moeten zien? Wat betekent het nachtleven voor jou? Het is gewoon eigenlijk goede tijd hebben. Als student kan je niet heel vaak uitgaan tegenwoordig. Ik doe het gelijk twee studies, dus voor mij is het nachtleven gewoon even uitrusten van de dagelijkse stress. Met vrienden uitgaan en even niet na te hoeven denken over dingen die stress veroorzaken. Dus lekker dansen. Vreugde loslaten, even niet aan het normale leven te hoeven denken, aan studie, aan werk. For me means work as well, because I'm a night photographer. En hoe zou jij het liefst de Amsterdamse nacht zien? Ik vind het zelf altijd heel fijn als het lekker Amsterdams blijft op een of andere manier. Ik vind de binnenstad, dat trekt mij niet meer zo aan omdat het zo druk is. I think I would create places that are more specific to certain perhaps like genres of music. Niet te dure clubs. Een beetje alternatieve plekken waar gewoon iedereen aan zijn trekken kan komen. Wat kan de gemeente doen om het Amsterdamse nachtleven te steunen? Ik denk eigenlijk dat we misschien af moeten van alle toeristische, niet allemaal, maar van de toeristische kroegen. Omdat ik zelf merk dat ik daar eigenlijk nooit ben. Ruimtes bieden, goedkope ruimtes, dat het ook niet zo commercieel hoeft te zijn. Ik denk dat dat wel mooi is. Nou ja, dus geld vrijmaken voor die veiligheid. Meer op straat, vriendinnen en ik hebben veel meegemaakt op straat. En dat denk ik dan ook dat het ligt aan niet genoeg handhaving. Dus daar een extra steentje bij aan bijdragen.